Als alles goed zit, ben ik nu live met Keukenpraatjes, de vierde editie alweer. En vandaag gaat de lente volledig in de kijker bij ons vandaag. Dat is eigenlijk een beetje ter ere van de lentemenu. Allee, de lentekeuken met ons lentemenu, die er aankomen volgende week. Dat is een volledig menu waar je je voor kan opgeven, dan krijg je die in je mailbox. Dat is, elke dag is dat een volledig menu van een ontbijt, een lunch, een tussendoortje en een avondmaal. Die menu is opgesteld deze keer door mijn collega Emily. Emily die ook nu aanwezig is, normaal gezien tijdens de livestream. Zij is steeds aanwezig als een beetje backup. Om jullie vragen te beantwoorden en om allerlei linken te posten naar de mogelijke info die jullie nodig hebben of zouden kunnen gebruiken. Dus als er vragen zijn, kan je terecht bij Emily. De lentekeuken dus, daar kan je je voor inschrijven. Wij gaan straks ook, Emily zal waarschijnlijk nu al een link posten, maar wij gaan straks ook alles nog wel eventjes online zetten op de Facebookpagina van Veld en dan zul je zeker weten waar je terecht moet. Ter ere van die lentekeuken ga ik het vandaag dan ook hebben over een aantal heel lekkere lentegroenten. Sommige zijn heel bekend, andere minder bekend. Maar het is allemaal een beetje te zien ja, wat je bekend noemt en niet. En ook wat je al kan met een bepaalde groente. Want een groente als radijsjes, daarvan denk je misschien, dat is een bekende groente. Dat is iets waar ik al veel mee aan de slag ben gegaan in de keuken. Maar misschien zijn er nog een heleboel dingen die je niet weet over radijsjes? En kan je eigenlijk zo op die manier een groente die je wel kent opnieuw ontdekken? Dus er is altijd nog veel meer te leren over groenten dan wat we gewoon al kennen uit onze eigen ervaring. En daar wil ik jullie vandaag dus graag meer over vertellen. Ik ga het eventjes nog een korte inleiding geven hoe we verder gaan met de keukenpraatjes, vooraleer ik met ons thema begin. Dus onze keukenpraatjes doen wij elke zaterdag om 11 uur. Dat zal zeker zo blijven doorgaan tot 8 juni, dus tot de coronacrisis op dit moment toch nog blijft verder duren. Als jullie niets willen missen daarvan, als je enerzijds graag op de hoogte wordt gehouden van de volgende keukenpraatjes, van het thema van keukenpraatjes van de volgende keer. En anderzijds, als jullie graag nadien alle tips en recepten krijgen, dan kan je je daar ook voor inschrijven. Emily zal die link ook wel posten. En dan krijg je dus, dan word je eigenlijk altijd op de hoogte gehouden over die keukenpraatjes. Wij hopen dat keukenpraatjes ook na de coronacrisis, het zou jammer zijn dat het enkel vasthangt aan een crisis, dat die mogen blijven bestaan. We zijn heel blij met al jullie enthousiaste reacties. We krijgen heel veel mailtjes, dankbetuigingen om alle tips en recepten die we geven. En dat doet ons enorm veel plezier. Dat is ook de reden waarom dat we dit graag doen en willen blijven doen. Om dat communitygevoel, om dat samengevoel nog wat te versterken, heb ik dan ook een groep opgericht op Facebook, Keukenpraatjes de groep, waar je lid van kan worden en dan kan je daar ook vragen stellen met mensen aan de praat geraken over al jullie keukenavonturen. Het is een plek om te delen, om te genieten. Je mag het een beetje beschouwen als een virtuele tafel. Dus heel erg welkom ook in onze groep. We hopen dat het daar het is al een heel gezellige boel, maar dat het nog gezelliger wordt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Daarnaast, nog eventjes een korte herhaling van de dingen die we al geboden hebben en die jullie nu nog altijd kunnen krijgen. We hebben een lijstje opgemaakt met eco-keukentools. Dat zijn allemaal heel handige dingen die je kan gebruiken in je keuken om ecologisch aan de slag te gaan. Daar zijn een aantal fiches bij. Natuurlijk, ja, misschien de meest
Het meest centrale materiaal is onze groentekalender natuurlijk, zodat je echt mee kan koken en leven met het seizoen. Maar er zijn nog een heleboel andere dingen, zoals onze improvisatiewijzer, onze infographic van de 10 stappen naar een ecologische keuken. En zeker niet te vergeten ook onze Pinterest-pagina, die ook echt wel aan het groeien is. En waar wij rond alle mogelijke thema's en rond zoals peulvruchten, vleesvervangers, slaatjes, soepen, quiches, alles wat je maar kan bedenken in de keuken. Daar posten wij echt wel heel regelmatig nieuwe recepten. Ik denk dat ik daar bijna dagelijks wel weer nieuwe dingen op plaats. Dus een heel arsenaal aan inspiratie en aan recepten vind je daar ook. Tijdens de voorstelling nu mag je gerust vragen stellen. Ik kan die niet direct beantwoorden, want ik ben aan het babbelen. Emily beantwoordt de vragen die zij kan beantwoorden. En de andere vragen, daar kijk ik zelf straks nog naar. Dus na de uitzending doorloop ik alle comments, alle vragen en ga ik kijken waar jullie nog antwoorden nodig hebben of waar ik nog iets kan bieden. Dus wees aanwezig via die comments en aarzel zeker ook niet om elkaar te helpen en elkaar ideeën te geven. Ik zei het al, communitygevoel, voor mij is het heel belangrijk dat we delen en dat we blijven leren van elkaar. En ik kan nog altijd evenveel leren als jullie. We zijn nooit volleerd. De bescheidenheid, ik heb dat al gezegd de vorige keer, bescheidenheid en nieuwsgierigheid zijn hele goede eigenschappen bij een kok. En trouwens in het algemeen in het leven. Om te blijven openstaan, om te evolueren. Je bent nooit af. Dus deel gerust ook jullie eigen ideeën en verhalen met elkaar. Laat het maar gezellig leven in de comments. En ik denk dat we er dan zijn met de inleiding. Straks ga ik jullie meenemen naar mijn keuken, zoals de vorige keren, om daar een receptje klaar te maken, een echt lenteReceptje. Ik kan al verklappen dat dat op basis van de radijs zal zijn, een van mijn favorietjes. Maar nu ga ik eerst met jullie de groenten die ik heb uitgekozen en de groenten waar ik meer over ga vertellen, ga ik met jullie overlopen. Ik ga beginnen met jullie eerst nog eventjes mijn boek voor te stellen. Dat is Kook het seizoen. Dat is een boek waarin we dus aan de slag gaan met seizoensgroenten. Voor elk seizoen zijn er 4 groenten uitgekozen. Ik zei het al, sommige bekender, andere minder bekend. Maar vooral groenten waarvan dat we denken van daar kunnen mensen toch echt wel nog wat tips voor gebruiken. Zelfs groenten die dan al heel bekend zijn, maar waar mensen soms gewoon niet meer mee weten wat ze moeten verzinnen. Ik denk aan in de zomer courgetten die je oren uitkomen. Het is dan toch wel fijn om toch heel veel te weten te komen over wat je allemaal met die courgetten kan aanvangen. Maar vandaag zijn het lentegroenten, dus de courgette is er niet bij. Wij gaan het vandaag hebben over het doperwtje, de ert, een echte lentekanjer. We gaan het ook hebben over de koolrabi, die zal voor sommige mensen iets minder bekend zijn. En ik denk vooral ook dat die nog heel wat inspiratie kan, dat jullie daar heel wat inspiratie nog voor zullen kunnen gebruiken. Ik moet eventjes onderbreken, want ik zie dat mijn laptop niet is aangesloten. Dus ik ga eventjes de inpluggen, zodat ik hier straks niet zonder stroom val. Dus die koolrabi gaan we ook bekijken. Daarnaast de bloemkool. Ja, ook echt pure lente. Nu zijn de eerste bloemkolen er. En ook een bekende groente, maar toch een groente waar dat we toch soms graag nog eens wat nieuwe dingen over gaan leren om het gevarieerd genoeg te blijven houden. En de laatste groente die we aan bod laten komen is de. Ik moet al eventjes. Ik ben hier al te twijfelen wat er nog komt. Onze radijzen.
Of heb ik die al gezegd? Nee, onze radijs. Ja, ik ben zodanig over de radijs bezig daar juist, dat ik hem nu al zou vergeten. Dus dat zijn de vier groenten waar dat we vandaag het over gaan hebben. Het is zo dat het boek is zo opgevat dat je niet alleen recepten krijgt, maar dat je eigenlijk vooral ook heel veel inspiratie krijgt om zelf aan de slag te gaan en zelf je eigen recepten te gaan ontwikkelen. Jullie weten ondertussen wel al dat ik een improvisatiekok ben. En dat wil zeggen dat je dus eigenlijk vaak gaat werken zonder recepten, maar met vooral combinaties, smaakcombinaties, combinaties van bepaalde snijtechnieken met bepaalde smaakmakers, met bepaalde groenten die je partnergroenten noem ik dat, die je met elkaar gaat gaan combineren. En daar, op basis daarvan heb ik vooral de groenten in het boek een soort fiche, een soort van identiteitskaart opgemaakt, waarbij je dus een overzicht krijgt van al die mogelijke combinaties en hoe je daarmee aan de slag gaat. En ik stel voor dat we beginnen met onze kleinste groente van de dag. Dat is het ertje, het dopertje. Ja, ertjes kan je, die zijn er eigenlijk niet lang. Hè. Dat is van mei tot en met juli dat je die kan eten. Dus het is echt de moment om er dan ook volop van te genieten. Ertjes zijn op zich eigenlijk heel lekker. Die zijn zoete, kleine, ja, heel plezant ook qua mondgevoel, kleine bolletjes. En eigenlijk hebben die, vind ik, niet zoveel extra nodig om daarvan te genieten. Ik noem het vaak ook een soort van snoepjes van de natuur. Ik herinner me als kind al dat ik door de moestuin liep en die ertjes uit hun peul haalde. De peul die staken we vaak nog in onze mond als een soort van groene, zoete kauwgum. En dan kauwden we daarop en daarna spuwden we die dan wel uit. Maar eigenlijk ging er niets verloren, dat was puur genieten. Ertjes bewaar je in de koelkast. Dat gaat over het bewaren, daar ga ik ook altijd iets over zeggen. Bewaar je best in de koelkast, maar niet langer, bij voorkeur dan 2 tot 3 dagen. Omdat het suikergehalte van de ertjes en die lekkere, frisse smaak heel snel verloren gaat na een tijdje. Dus erten bewaar je best dus niet te lang. Je kan wel ook je erten doppen en die heel kort blancheren en dan invriezen. Dat is ook een mogelijkheid. Natuurlijk, als je het hebt over gedroogde erten, dat kopen we ook soms, gedroogde erten waar we dan vooral soep van gaan maken, die kan je natuurlijk wel lang bewaren. Maar die echte lente-ertjes, ja, die zijn er gewoon om direct lekker op te peuzelen. Hele jonge ertjes, als het dan gaat over het voorbereiden als je met het ertje aan de slag wilt. Hele jonge ertjes kan je gewoon als peultjes ook eten. Hè, en hoef je dus hoef je niet te doppen. Het enige wat je moet doen is eigenlijk het steeltje verwijderen. En het draadje dat ook aan de peul dan vastzit. Dus wat doe je? Je breekt eigenlijk het steeltje half af en dan kan je in 1 beweging het draadje ook daaraf trekken. En op die manier kan je die peultjes eten zonder dat ze een draderig gevoel geven. Natuurlijk, als je de ertjes dopt, dan gooi je de peul weg, tenzij je zegt van ik maak daar nu nog een, ik gebruik dat nog als basis voor een bouillon. Dat kan ook nog wel. Een ertje, ja, wij kennen ertjes meestal in warme bereidingen, maar je kan jonge ertjes eigenlijk ook perfect rauw bereiden. Eigenlijk heerlijke bereiding is gewoon peper en zout, wat citroensap en wat olijfolie en puur genieten van zo'n rauw ertje. Wat er daar ook nog wel lekker bij is een beetje geraspte parmezaanse kaas voor de liefhebbers. Maar je kan dat ook gaan combineren bijvoorbeeld met een beetje buffelmozzarella, ook heel lekker. En dan ja, met andere lentegroenten. Ik denk dan aan groene bladgroenten. Ik denk aan rucola en aan frils. Heel lekkere, soort mosterdachtige jonge sla die er ook nu al is. Raapsteeltjes, ook heel lekker daarbij.
En ook ja, een aantal eetbare onkruiden. Ik denk dan aan vogelmuur, melden, zevenblad. Die kan je ook echt wel goed gaan combineren bij die erwtjes. Het leuke is eigenlijk dat in het seizoen waarin je, ja, groente waarmee je werkt in een seizoen, die past eigenlijk ook heel goed bij die andere groenten van dat seizoen qua smaak. Dus dat is allemaal heel goed uitgedokterd door de natuur, dat die smaken ook goed zitten en dat we daarvan kunnen genieten. Een ertje kan je dus rauw eten, maar als je het dan warm gaat bereiden, dan is het eigenlijk de bedoeling van het heel kort te blancheren of te stomen. Echt kort, 3 minuutjes is meer dan genoeg. Dan blijft het ertje nog fris en knapperig en groen. Ja. Ik denk dat ik daar voor de rest niet veel moet over vertellen, want ik vind dus inderdaad dat we die erwtjes het best eten zoals we ze oogsten, namelijk gewoon puur natuur. Wat wel een topper ook is, dat is een pesto maken van erwtjes met munt erbij. Daar kan je dan, ik vind het dan eigenlijk wel lekker, zo een toast met erwtenpesto. Maar dan daarnaast nog wat erwtjes opbakken met een ajuintje en daar dan nog over. Heel lekker. Wat ook lekker is, zijn erwtenscheuten. Dat wil zeggen, ja, eigenlijk de jonge erwtenplantjes. Dat is eigenlijk een hele lekkere salade. Wij kennen dat hier niet echt, maar in de Scandinavische landen kan je echt erwtenscheuten kopen zoals wij rucola kopen. Zo'n zak rucola, daar kopen ze zakken erwtenscheuten. Dus het is ook wel de moeite om zelf eens, dat is heel gemakkelijk, je kan dat gewoon op je vensterbank doen, om eens wat erwtjes te gaan zaaien en dan te wachten tot je scheuten hebt. En dan kan je die scheuten oogsten en verwerken in een salade of ja, als bij je erwtjes zelf. Heel plezant. Wat zijn lekkere smaakmakers bij die erwtjes? Ik ga niet Hans de lijst oplezen, maar ik ga er een paar zeggen. Balsamico-azijn is heel lekker daarbij. Bieslook ook natuurlijk. Citroen. Munt, zoals ik daarnet ook al zei. Natuurlijk olijfolie. Pijnboompitjes zijn daar ook heel lekker bij. Mierikswortel of gewone mosterd eigenlijk. Dat pittige met dat zoete van die erwtjes. Ook heel lekker. Als het gaat over warme bereidingen ook. Witte wijn is ook wel een topper in combinatie met erwtjes. Maar dus er zijn nog een heleboel mogelijkheden. Als het gaat over die combinaties en de dingen waar ik nu over praat, daar kan je dan best nog eens gaan kijken naar de improvisatiewijzer. Daar vind je in een notendop dit soort informatie. Rauw bereiden, warm bereiden, smaakmakers. En ook de partnergroenten. Ik zei het al, lentegroenten, ze horen bij elkaar. Dus asperges bijvoorbeeld, heel lekker in combinatie met die erwtjes. Maar ook de radijsjes, spinazie. Om het eventjes over fruit te hebben, aardbeien. Aardbeien zijn zo lekker, ook in hartige gerechten, in combinatie met groenten, in slaatjes. Ze doen het ook heel goed met de erwtjes. Dat is een beetje het overzicht van de doperwt. Je ziet dat ik daar niet zoveel woorden aan vuil maak, omdat ik eigenlijk echt wil dat jullie daar puur van genieten. Het is echt de pure smaak van de erwt die het hem doet. En het is nog zo gemakkelijk eigenlijk. Gewoon, ik zei het al, olijfolie, peperzout, wat citroensap en een heerlijk ertje. Oké, dan mag ik al overgaan naar de volgende kanjer. En dat is de radijs. In het boek is dat de radijs die nu aan bod komt. Radijsjes kan je wel lang eten. Die zijn er van maart tot en met oktober. Dus dat is eigenlijk wel iets dat je, ja, het grootste deel van het jaar kan je daar eigenlijk van genieten. Nu, de lenteradijsjes zijn wel de beste radijsjes. Die zijn kraakvers, goed pikant, niks vezelig of draderig, wat je in de herfst wel al kan meemaken. Dus die eerste radijzen, ja, dat zijn toch de lekkerste, vind ik. Ook het loof van de radijs is op dat moment nog heel fris, mooi, sappig groen. En we hebben zo heel die winter zitten hunkeren naar terug wat meer groen op ons bord en wat meer, weer terug wat frisse groene blaadjes. Dus dat is ideaal. Radijsjes ga je ook niet te lang gaan bewaren.
omdat het loof ook wel snel achteruit gaat. Het wordt vlug slap, doordat het ja, geen vocht meer krijgt, uiteraard. In de koelkast ga je ze zonder loof, de radijzen zonder loof, kan je in de koelkast 5 dagen gaan bewaren. Ja, je legt ze best in de groentelade, zoals de meeste groenten. Ik steek ze vaak in een plastic doos afgedekt, maar toch met een kiertje open. Dus er kan nog wat lucht in, maar ze blijven toch vochtig en grotendeels afgesloten. Ja, ik had het hier al uitgebreid over dat radijzenblad. En waarom heb ik het daar zo uitgebreid over? Omdat radijzenblad een lekkernij is. Dus radijzenbladeren moet je nooit weggooien. Tenzij ze natuurlijk ja, in de herfst er niet meer uitzien. Dat kan gebeuren dat ze dan echt zo gelig worden en ja, er meer verdord uitzien dan wat anders. Maar als ze groen zijn, ja, is het een heerlijke groente eigenlijk ook, die je cadeau krijgt bij je radijsjes. En waar dat je dus zeker van moet profiteren. Je kan die in de soep doen, je kan het in slaatjes verwerken, je kan er pesto van maken. Je kan er ook een hele lekkere smoothie van maken. Dit is mijn ochtendsmoothie. Dat is havermelk en havermout met dan wat fruit. En dan vul ik dat aan met die radijzenbladeren. Nu, je kan groene smoothies maken met alle groene bladeren die er zijn. Maar die radijzenbladeren die hebben voor mij echt iets heel fris. En dat is eigenlijk een beetje mijn favoriet als basis voor een groene smoothie. Dus probeer het zeker eens uit. Het is heel gemakkelijk. En je hebt direct eigenlijk een simpele manier om die bladeren sowieso te verwerken. Stel je gebruikt je radijsjes in een gerecht en je hebt het blad niet direct nodig, dan bewaar je het blad gewoon in een doosje en de volgende dag kan je dat dus in je smoothie, allee, de volgende ochtend, ik drink meestal 's ochtends een smoothie, hoeft natuurlijk niet, kan ook 's middags als tussendoortje. Maar dan kan je dat dus perfect daarin gaan verwerken. De rauwe bereide radijsjes zijn waarschijnlijk de meest gekende, maar je kan radijsjes ook warm gaan bereiden. Maar zullen we het eerst eventjes hebben over de rauwe bereiding? Ja, heel simpel. Je kan radijsjes in alle mogelijke schijfjes, spartjes, stukjes snijden. Heel leuk is om dat eens te proberen met een mandoline waarmee je hele, hele dunne schijfjes kan maken. Dan heb je bijna zo een soort doorzichtige schijfjes radijs. Ja, radijzen zijn gewoon prachtig, hè? Van binnen zijn ze wit en van buiten zijn ze rood. Elke salade wordt daarmee opgefleurd. En het is ook zo, ja, dat rood en wit en groen dat heel mooi samengaat. Dus dat is eigenlijk ja, een heel dankbare groente. Ze hebben dat pittige, maar ze hebben ook iets zoet en sappig. Ga ze ook weer gaan combineren met al die groene, lekkere lenteblaadjes. Ideaal. En heel lekker ook met een zuur-zoete vinaigrette. Op basis van mosterd, eventueel een beetje honing erbij. Zo'n goede Franse vinaigrette, daar hou ik wel van bij die radijsjes. Maar eigenlijk is dat ook heel lekker, gewoon radijsjes in schijfjes, klein beetje peper en zout erop, even laten staan en dan reuze lekker om dat gewoon eigenlijk zo op te eten. Of op een boterhammetje met een lekkere spread en dan die radijsjes daarop. Of ja, ook heel lekker met een beetje platte kaas of ricotta en dan die radijsjes erop. Meer moet dat eigenlijk niet zijn. Super, super lekker. Maar ik zei het dus al, je kan ze ook warm gaan bereiden. En dat is eigenlijk een van mijn favoriete bereidingen van de radijzen, is om die radijzen te gaan bakken in de pan. Ik ga dat straks ook doen bij het receptje dat ik ga maken in de keuken. Ja, zo'n gebakken radijs, die smaak wordt wel helemaal anders. Je krijgt eigenlijk meer een kolige, zoete botersmaak. Zoet, maar ook een klein beetje met een pepertoets. Maar het pittige verdwijnt eigenlijk wel. Je krijgt eigenlijk meer de smaak van koolrabi. Maar het is heel lekker om die te gaan verwerken. Als je die opbakt, zo'n heel klein beetje, licht, 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 beetje bruin. En dat je die dan in een wokje gaat verwerken. Heel lekker een lentewokje in combinatie met bijvoorbeeld koolrabi, spinazie, aspergepunten. In het boek staat ook een heel lekker wokje waar dat er dan ook nog seitan aan toegevoegd wordt, omdat je dan een volwaardige maaltijd hebt als je die dan eet met een stuk brood of wat rijst of andere granen.
Dus een echte aanrader om dat eens in een wokje te gooien. Heel gemakkelijk ook. Ook als je zegt van mijn radijzen, ze hebben hun beste tijd gehad en om ze rauw te eten vind ik ze al iets minder knapperig. Ja, dan is dat zeker een prima manier, hè? Dus in de pan met die radijsjes, je kan ze zelfs karamelliseren. Hè? Als je een beetje ahornsiroop of honing of rietsuiker toevoegt. Dat is nog een bijzondere manier om ze dan op smaak te brengen. Ze gaan heel goed samen, die radijzen. Alweer een beetje een greep uit het aanbod met mierikswortel, alweer mosterd. Eigenlijk veel van dezelfde dingen van de erwtjes. Alweer ja, die lentegroenten die bij elkaar horen. Maar ook als het gaat over het bakken, heel lekker met wat sojasaus en look. Heel, heel lekker om dat zo te combineren. Ze zijn ook lekker, ja, zoals ik dat juist al zei, in combinatie met zo witte kazen zoals geitenkaas, platte kaas, ricotta, ook een toppertje. Peterselie, dille, ja. Dragon, ook lekker. Ja, frisse, frisse smaakmakers passen daar goed bij. Gaan combineren ook alweer ja, met die groenten zoals asperges, ertjes. Maar ook natuurlijk, ja, in de zomer is dat dan meer, gaan we die gaan combineren ook met tomaat en komkommer. Een ajuin is ook iets dat heel, heel goed samen gaat met radijs en die radijs wat karakter geeft. Ook met venkel, heel lekker. Dus ja, die radijsjes, die kunnen er wat van. Om het eventjes samen te vatten, een heel lekker blad dat je dus niet verloren mag laten gaan, want waar je van alles mee kan doen. Een radijsje kan je warm en koud bereiden. En met de juiste smaakmakers, ja, maak je daar echt een feestje van. Elk slaatje, ja, wordt helemaal opgefleurd met een radijsje erbij. Voilà. Dan ga ik over naar onze koolrabi. Voor sommige mensen misschien de iets minder bekende van de lentegroenten die in het boek staan. Je kan die ook gaan eten van mei tot en met oktober. Dus dat is ook een eentje dat er lang is. Maar ook hier alweer, naar het einde van het jaar, wordt de koolrabi vezeliger. De schil wordt taaier. Dus die lentekoolrabi is ook echt een topper. En ook hier in vergelijking, om te vergelijken dan weer met de radijs, koolrabi heeft een heel mooi en weelderig loof. En dat loof kan je ook perfect gaan gebruiken, hoef je dus ook weer niet verloren te laten gaan. Jammer genoeg, als je koolrabi koopt in de winkel, is er daar vaak geen loof meer aan. Het loof wordt al verwijderd. En dat is eigenlijk heel jammer, want je hebt veel meer groente aan een koolrabi als je het loof erbij hebt. Eigenlijk heb je bijna dubbel zoveel dan, hè. Je hebt een bladgroente en je hebt een knolgewas. Koolrabi's zijn het lekkerst als ze niet te groot zijn. Te grote koolrabi's smaken fletser en zijn ook vaak vezeliger. Dus een koolrabi ter grootte van een tennisbal ja, is toch wel van de lekkerste. Om die te bewaren, ja, als je een frisse kelder hebt, dan kan je die daar bewaren. Die kunnen wel tegen een stootje. Maar in de groentelade kan dat dus ook. En het blad zal je dus ook sneller moeten verwerken, want het wordt anders slap. Het is een, ja, het is zoals een blad groente. Je kan koolrabi invriezen, maar die verliest dan heel veel smaak. Dus ik raad dat eigenlijk niet aan om die te gaan invriezen. Oké, ik heb hier al veel verteld, zie ik. Je hoeft je jonge koolrabi niet te schillen, niet per se. Ik doe het meestal wel, omdat ik vind dat de schil, ja, het zijn hele, hele jonge, maar ik schil ze meestal wel, omdat ik toch vaak vind dat die schil toch iets te hard is. En waar dat je zeker een beetje dikker gaat moeten schillen, is aan de kant waar de wortels zaten, dus de andere kant van het loof. Daar heeft de koolrabi echt wel een vezeligere structuur. En naarmate het jaar vordert, breidt de grootte van de plek waar die vezels zitten wel uit. Dus dan kun je soms echt tot een derde van je koolrabi moeten wegsnijden, wat dan jammer is natuurlijk.
Maar ja, daar ga je dus iets meer moeten. Je voelt dat heel goed. Je gaat met je mes daarin en je voelt direct van oei, weerstand, dit stuk. Dus soms kan dat heel hard zijn zelfs. Dus dan ga je echt wel zien dat je dat stuk gaat wegsnijden. Ja, rauw en warm, heel lekker te bereiden. Rauwe bereiding kan je raspen, versnijden in plakjes. Heel lekker is een carpaccio van koolrabi maken met de mandoline, hele fijne plakjes en die gaan marineren met bijvoorbeeld olijfolie, citroensap, een shallotje, wat verse tuinkruiden zoals bieslook, basilicum, munt, ook heel lekker. En dan je laat je dat eventjes marineren en daarna heb je echt een soort van boterzachte plakjes die je als salade kan gaan eten. Je kan daar, ja, je kan die gebruiken ook als garnering op een andere salade. Maar heel lekker ook om dat dan te combineren met bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een dip of een hummus met crackers en op die manier heel, heel lekker. Dus ja, alweer een echt dankbare gast voor al je slaatjes en lentegerechtjes. Maar ook warm is hij dus heel lekker te bereiden. En zelfs gewoon, ik vind als je gewoon koolrabi in plakjes of schijfjes of maantjes gaat, ja, of partjes gaat stomen of blancheren en daar dan een lekker sausje over. Heerlijk. Een sausje, ik denk dan bijvoorbeeld aan een mosterddressing of een goede groene mayonaise of veganijzen. En eigenlijk heb je dan niet veel meer nodig. Dat is echt zo die stukken koolrabi en daarover dan ja, zo'n lekkere dressing. Kook, dus ik zeg blancheren. Het is zeker niet de bedoeling van die koolrabi te lang te gaan koken. Dat maakt de pret weer stuk, want dan wordt die koolrabi ten eerste te zacht. En dan krijgt hij ook een hele penetrante koolsmaak. Dat gaat eigenlijk over alle. We gaan het straks hebben over de bloemkool. Dat gaat eigenlijk bij alle koolgewassen zo. Ga je die te lang gaan stoven of koken, dan komt er eigenlijk zo die zwavelachtige koolsmaak vrij. Je ruikt dat ook echt. En dat is een enorme zonde. Ik moet zeggen, als kind, mijn ouders die kookten vaak de groenten langer. Dat was nog meer de gewoonte. Hè. Het beetgaar koken, dat was nog niet echt in trek. En ik moet zeggen dat ik dus een dégoût kreeg van ja, al die kolen die veel te lang hadden gekookt. Ik denk aan spruitjes als soemoen, maar ook bloemkool, waar dat we het dan straks over hebben. Ja. Dat is echt niet lekker als je dat te lang laat koken. Dus doe dat alsjeblieft niet, ook niet bij die koolrabi. Beetgaar is prima. Je kan die koolrabi ook gaan verwerken in zo'n wokje, zoals ik dat juist al zei, in combinatie met bijvoorbeeld radijsjes en spinazie en andere lentegroenten. Heel lekker. Het blad kan je eventueel daar ook bij verwerken. Je kan dan reepjes snijden en daarbij verwerken. Heel lekker in combinatie ook met look en wat sojasaus. Dat is trouwens een smaakcombinatie die ik bij alle bladgroenten enorm apprecieer. Dat is eigenlijk gewoon een bladgroente kort opstoven met een beetje look en een scheutje sojasaus. Niet te veel sojasaus, heb ik ook al veel herhaald. Maar dat is echt een topper. En zelfs een groente als andijvie, waarbij je soms zou kunnen zeggen van, goh, dat is nu echt, weet ik nooit wat mee te doen. En die smaak blijft toch altijd zo wrang, bitter. Met de sojasaus combinatie met look en misschien dan nog wat pittigs erbij. En een beetje sesamzaadjes. Dan ga je echt versteld staan hoe lekker dat is. Dus probeer dat maar uit. Ja, in koolrabi, zoals veel van de soorten kolen, is heel lekker met, als je dat dan opbakt, met peperzout en wat nootmuskaat. Een nootmuskaat is echt een topper bij kolen die daar echt wel ook karakter gaat gaan geven. Dus ja, mag je zeker gaan proberen. Koolrabi is ook heel lekker als soep te verwerken. Dat wordt een hele romige, zachte soep. En er staat ook een receptje van in het boek. Dat is de ja, romige koolrabi-soep. En ik heb bij dat recept maak ik een olie van de bladeren. Dus dat is eigenlijk gewoon olijfolie die gemixt wordt met het koolrabi-blad en met peper en zout en citroen, sap en schil. En dat is heel lekker. Je hebt zo die romige, hele zachte soep. En dan doe je daar een
paar, ja, een druppel van die olie bij. En dan krijg je echt dat contrast tussen die olie en die soep. Echt uit te proberen. Een toppertje. In soep, maar wat ook lekker is, is een soort van crème maken van koolrabi. Een soort van smeuïge, je zou kunnen zeggen puree, maar ik noem het eerder een crème. Wat heel lekker kan zijn, trouwens ook van heel wat andere kolen. En je doet daar een klein beetje sojaroom bij, peper en zout, wat nootmuskaat, eventueel een klontje boter. En dat is heel lekker. Goh, dat kan als dip gegeten worden, maar ook als een soort van basis dat je op je bord zo echt een mooie waaier van die crème legt. En daar dan op bijvoorbeeld zo'n lentewokje, zo die krokant gebakken dingetjes daarbovenop. Dus heel, heel lekker. Smaakmakers, alweer veel dezelfde die daarbij kijken komen. Ik wil hier dan misschien nog eventjes de andere zeggen die ik daar toch nog ook wel heel leuk bij vind. Koriander vind ik daar ook heel lekker bij. En combinatie rode biet en koolrabi gaat ook heel goed samen in een slaatje. Wat ook lekker is als je bijvoorbeeld een saus maakt of zo'n crème, is daar een klein scheutje whisky of cognac bij doen. Dat heeft toch echt wel een heel feestelijke touch. Yoghurt gaat daar heel goed mee samen. Komijn ook heel lekker. Ja, ik denk dat we dan er een beetje zijn. Munt ook, maar dat zijn een beetje dezelfde dingen als daar juist. Koolrabi combineren kan ook, gaat ook heel goed samen met fruit. Eigenlijk een koolrabi, als je die gewoon schilt, zo'n jonge koolrabi, kan je eigenlijk gewoon eten als een krokante groene appel, gewoon uit het vuistje. En je kan die dus ook heel goed gaan combineren met ander fruit. Je zou die dus kunnen verwerken zelfs in een fruitsalade, in een ontbijtje met fruit of zo. Het gaat dus heel goed samen met appel, maar ook met aardbei, met bessen. Met bessen ook heel mooi, hè? Zo die rode besjes met dan koolrabi gaan combineren in een salade. Maar dan eerder, als we dan eerder naar de herfst toe gaan, ook lekker met raapjes, rode kool, savooi. Cool. Een smaakmaker die ook heel lekker is bij koolrabi is sinaasappel, sap bijvoorbeeld of andere citrusfruit. Ook met warmoes in een wokje heel lekker. Ja, een beetje vergelijkbaar met spinazie dan. Zover voor onze koolrabi. Ja, het is nu een beetje een overlopen. Ik hoop dat dat niet te saai is. Ik denk dat je er wel veel kan uithalen, maar het is natuurlijk een beetje gebabbel. Wil je nog meer daarover weten, over de groenten die ik nu overloop, kan je altijd in de comments al vragen gaan stellen. En straks duik ik dan de keuken in. Ik ga nu nog alleen eventjes de bloemkool met jullie bespreken. En dan kunnen we aan de slag. Een bloemkool, alweer een waar we veel van kunnen genieten. Van maart tot en met november is hier. En ook hier alweer die lentebloemkool. Heerlijk. Het is een kwetsbare groente. Je kan vlug, ja, op de bloemkool zelf krijg je vlug kleine vlekjes of rotte plekjes. Dus bewaar die niet te lang, 2 tot 3 dagen in de groentelade. Hoe meer loof je aan de bloemkool laat, hoe beter hij zal bewaren. Hè? Omdat hij dan nog, ja, meer beschermd is en nog wat meer voeding krijgt. Sowieso ook hier alweer die bladeren, die stelen, die hoef je niet weg te gooien. Die zijn perfect te verwerken. In soep, puree, een slaatje als je ze fijn snijdt. Dus daar gaan we zeker ook mee aan de slag. Ook de bloemkoolkern, je hebt de volledige bloemkool en de steel, ja, in het midden heb je zo'n grote kern. Die is ook heel lekker. Misschien dat die naar de herfst toe ook soms wat minder wordt, maar normaal gezien is die boterzacht. Dus zeker ook blijven gebruiken. Wil je bloemkool langer bewaren? Het is eentje dat zich ook heel goed laat fermenteren. Hè? Dus in een zoutoplossing. Kan je die prima gaan bewaren als gefermenteerde groente. Maar over dat fermenteren waarschijnlijk zeker een van de volgende keukenpraatjes. Zal dat een van de topics zijn, dus dan komen we daarop terug. Ik zei het al, we kunnen bijna alles gebruiken. Je breekt of allez, snijdt de bloemkool los van de bladeren als je de bladeren apart gaat gebruiken. Je kan een bloemkool eigenlijk in zijn totaliteit stomen in een stoommandje. Dan heb je daar wel, ja, een 8 à 10 minuten voor nodig.
Maar het kan wel ook heel leuk zijn om zo'n bloemkool in zijn totaliteit wel heel feestelijk en daar dan een saus of zo over doen. En dan kan je echt zo plakken gaan snijden. Bijna lijkt dat je een taart hebt, kan je dus uit je bloemkool dan plakken gaan snijden. Ook heel lekker in de oven. Dus je steekt eigenlijk een volledige bloemkool die je dan insmeert met een lekkere marinade. Steek je in de oven en dan laat je die op die manier garen. Dan krijg je een goede gebakken bloemkool. Ja, ik zou die dan toch nog even wat korter blancheren op voorhand, 5 minuutjes, en dan in de oven steken. Ja, bloemkool, net als die koolrabi en andere koolsoorten, smaakt rauw, heel fris, lichtjes pikant soms. Pittig, ja, heel lekker. We kennen natuurlijk allemaal vanuit onze kindertijd het bloemkoolroosje dat we in de cocktailsaus doppen. Dat is nog altijd heel lekker, hè? Een aperitiefje van rauwe groentjes in sausjes, dat hoeft daarom geen cocktailsaus te zijn. Je kan ook een hummus of een van onze andere spreads uit lekker gesmeerd daarvoor gaan gebruiken. Gewoon dippen met groenten, heel gezond, heel lekker. Voor kinderen vaak ook een manier waarop ze gemakkelijker bepaalde groenten gaan eten. Gewoon een kommetje, verschillende soorten groenten, rauwe groenten, dip je erbij dat ze lusten en ze zullen hun groenten binnen hebben. Dus een goede manier om dat te gaan doen. Ja, je kan die bloemkool, rauwe bloemkool ook gaan raspen. Nu wordt er veel reclame gemaakt ook over bloemkoolrijst of bloemkoolcouscous. Dan wordt die bloemkool fijn geraspt en gebruikt als alternatief. Zeker zo in de diëten waar ze koolhydraten mijden. Daar wordt de bloemkool nogal bejubeld als iets waar je alles mee kan. Ze maken ook pizzabodems van geraspte bloemkool, pannenkoekjes, alle mogelijke dingen eigenlijk. Bloemkool is alomtegenwoordig daar. Gewoon je bloemkool stomen, de roosjes losmaken, kort stomen, alweer niet te lang, want anders krijg je weer die kolige, zwavelachtige smaak. En dan kort, heel eventjes stomen, sausje erbij, heel lekker. Ook lekker in de wok of in de oven ook, kan je die roosteren. Goed inwrijven dan wel met olijfolie en andere smaakmakers die je lekker vindt. Bloemkool is heel lekker ook in combinatie met oosterse kruiden, gember, kurkuma, komijn, koriander. Kan in curry's ook, wordt dat ook heel veel gebruikt. Heel lekker ook een receptje is, dat heet Alo Gobi. En dat is bloemkool die je gaat combineren met aardappeltjes en erwtjes. Dus nu het ideale moment. En dan met curry, komijn en al die Indische kruiden eigenlijk. En dat is een heel lekker ja, bijgerecht. Heel lekker groentegerecht. Je kan die roosjes ook, als je ze in de oven steekt, in een soort van marinade. Ze noemen dat dan zelfs de cauliflower chicken wings. Ze brengen dat dan op smaak, die roosjes, als een soort van kippenvleugeltjes. Dus in het vegetarische milieu is dat dan, alleen meer vegan vooral, in de States, wordt dat gezien als een vervanging voor die kippenvleugeltjes. Moet je zeker een keer opzoeken. Veel dingen waar ik nu over praat, ga zeker gaan kijken ook op onze Pinterest-pagina. En daar staan zeker dingen. Je kan ook die bloemkool, die totale bloemkool, in plakken snijden. Dat kan je trouwens bij alle koolsoorten doen: witte kool, rode kool, savooi. In plakken snijden. En dan die plakken kort blancheren en gaan bakken in de pan als een soort steak. De cabbage steak noemen ze dat dan ook. Dus dat is ook wel de moeite om een keer te proberen. Smaakmakers, bloemkool heeft wel smaakmakers nodig die wat pit hebben, want op zich is dat een beetje een ja, hele zachte, je zou kunnen zeggen soms wat te fletse groente. Dus daar mag je volop mee gaan spelen. Ja, dezelfde kruiden als ik daar juist al zei bij de andere lentegroenten, maar dan dus ook wel die eerder oosterse kruiden die daar dan heel goed bij samengaan. Ik denk ook aan dan zo, als het gaat over zo meer die chicken wings bijvoorbeeld en barbecue-achtige smaken, ja, dan kan je daar ook wel chili, paprika poeder, combinatie met look en zo gaan mee klaarmaken.
Combineren, ja, kan dus is heel lekker met aardappel gecombineerd. Ik zei het al, die alugobi of andere curry's. Ook dan weer met die lentegroenten. Maar andere toppers zijn bijvoorbeeld pompoen ook heel lekker daarbij. Met tomaat, in combinatie met tomaat, ook daar vaak curry's. Maar dan eerder tomaterige curry's met dan die bloemkool daarin. Venkel ook heel lekker daarmee, paprika. En ook vrij veel fruit, ook gedroogd fruit kan heel lekker zijn in combinatie met bloemkool. Dus slaatje van bloemkool en dan bijvoorbeeld daar wat gedroogde abrikoosreepjes of zo bij. Ook heel lekker. Zo, ik ben er met het overzichtje dat jullie nu gekregen hebben van die vier lentegroenten. Je ziet dat er ook wel veel gelijkenissen zijn bij die groenten en dat je ze eigenlijk een beetje ja, hier en daar wel op dezelfde manier kan gaan behandelen en gebruiken. Je ziet ook dat er veel mogelijkheden zijn, zowel rauw als warm. En dat je kan gaan combineren met heel veel verschillende kruiden en smaakmakers. Dus ga zeker zelf gaan improviseren, hè. Zoek recepten op, maar neem die ook vaak als inspiratie. En maak ook jullie eigen combinaties en toppertjes. Heel leuk als je die deelt ook met ons. Doe dat gerust in de groep Keukenpraatjes. Mensen beginnen daar nu ook al foto's te posten van wat ze zelf thuis maken. Wij zijn heel benieuwd naar al jullie ervaringen met die lentegroenten. Dus laat ons zeker weten. Dan ga ik nu de keuken induiken om voor jullie een echt lentegerechtje te maken op basis van radijs. En dat is een pasta met alles van de radijs. Een echte radijzenpasta. Heel simpel, heel gemakkelijk, maar zo lente en zo fris. Dus ik neem jullie mee, zoals de vorige keer, naar de keuken. Ik hoop dat de geluidskwaliteit goed genoeg zal zijn. De vorige keer was dat iets minder. Was er een klein beetje storing, herinner ik mij. Ja, ik denk dat we er zo wel gaan zijn. Nu moet ik zien dat ik zelf er nog voldoende op sta. Ja, mijn hoofd misschien nog iets meer. Zo, maar ik wil natuurlijk ook dat jullie de tafel goed zien. Zo, oké. Welkom alweer in de keuken. Je ziet dat ik hier een heerlijk schaaltje radijzen klaar heb staan. Nog met het prachtige groene loof eraan. Je ziet dat is heel, heel mooi loof. Ik ben gisteren die radijzen gaan oogsten op mijn veld. Het weiveld waar ik al mijn groenten eigenlijk ga gaan halen. We gaan een pasta maken met radijzen. En we gaan van het loof gaan we eerst een pesto maken. En de radijsjes gaan we bakken en dan ja, op de pasta leggen. Dus ik ga eerst beginnen met die pesto te maken door de bladeren te verwijderen. Ik laat aan mijn radijs zelf altijd nog een beetje groen. Ik vind dat heel mooi als je dat dan gaat snijden. Kijk, zo. Straks ga ik die dan bakken. Maar dan zie je dat wel leuk is om daar nog zo een groen stokje aan te hebben. Wat betreft dan zo kleur en zo. Is dat wel tof. Dus we gaan nu de radijzenbladeren in de blender doen. En we gaan daar een pesto van maken. Samen met zonnebloempjes. Citroensap, een beetje van de citroenzest, de schil. Ik ga er ook wat gistvlokken bij doen, edelgistvlokken. Dus het zal deze keer een vegan variant zijn. Je kan natuurlijk ook Parmezaanse kaas gaan gebruiken. Je hoeft er eigenlijk op zich hoef je er niet echt iets te gaan bijdoen van kaas of zelfs gistvlokken. Je kan hem gewoon ook ja, puur houden, maar als je graag zo wat die cheesy smaak hebt, dan doe je dat natuurlijk wel. Zo. Als het gaat over een radijs ook, allee, sommige mensen vinden dat misschien niet aangenaam, maar het staartje van de radijs, het worteltje, je hoeft dat eigenlijk niet te verwijderen. Als je dat niet erg vindt om dat op te eten, mag je dat er gewoon aan laten. Ik vind dat persoonlijk niet erg, maar het kan zijn dat je zegt, ja, dat voelt als een draadje voor mij. Dus dan kan je dat wel wegdoen. Ik ga die blaadjes nu gewoon even grof hakken. En dan gaan we die in de blender doen. Zo.
Ga ze misschien ook nog eventjes. Ze zijn al gespoeld, maar ik wil toch nog voor de zekerheid, want radijzen kunnen heel zanderig zijn. De blaadjes blijft dat dan makkelijker aan hangen. En dat is enorm zonde, ja, om een zanderige smaak te hebben, of een gevoel in een bladgroente. Dat vind ik echt zo zonde. Dus ik raad altijd aan, als je bladgroenten schoonmaakt, alsjeblieft spoelen, 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 dat ze echt schoon zijn. Dus ik ga er toch nog eventjes een spoelbeurt laten overgaan, zodat we zeker al het zand kwijt zijn. En dan gaan de blaadjes de blender in. Dan ga ik daarbij die zonnebloempitjes gaan toevoegen. Zo. Olijfolie uiteraard. Citroensap. Dan ga ik nog een beetje van de zest van de citroen erbij doen. Een echte zesteur is een fantastisch instrument in de keuken. Ik kan daar enorm van genieten, van die zesteur. Dat is voor mij zo een van mijn favoriete tools. Dus ik kan iedereen dat aanbevelen om dat in huis te halen. Of ja, het is morgen moederdag, voor wie dan nog geen cadeautje in gedachten heeft of gekregen heeft of gaat krijgen, dan nog eventjes op je verlanglijstje zetten. Ja, ik zie hier nu dat ik nog een beetje afschudden. Zo. Goed, dan gaan we die eventjes wenden. Eigenlijk zou ik een keukenhulpje moeten hebben die ondertussen mijn radijzen kan snijden. En ik voel al dat mijn bladeren een beetje hulp gaan nodig hebben. Het attribuut om de blender te helpen. Ga een beetje gistvlokken toevoegen. Dit zijn gistvlokken. Kan je kopen in de biowinkel. En is dus een heel lekkere smaakmaker. Ja, gerechten op smaak te gaan brengen waar je normaal kaas in zou gebruiken. Je kan er dus op basis daarvan een zeer lekkere bechamel saus maken. Maar dus ook in pesto's heel lekker. Of andere gerechtjes waar je wat een cheesy touch wil aangeven. Denk aan die bloemkoolvleugeltjes, die bloemkoolvleugeltjes, die bloemkoolroosjes als kippenvleugeltjes, die je in de oven gaat steken. Bij de marinade een beetje gistvlokken is een heel goed idee. Et voilà, we hebben een lekkere pesto gemaakt van radijzenblad. Jullie zien hem wel. Je ziet dat is vrij veel pesto. Ik zal die niet allemaal nodig hebben voor de pasta. Maar je kan dat dan perfect gebruiken ook voor, ja, als pesto gewoon om verder te gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook als dip. Bij bijvoorbeeld een combinatie van allerlei lentegroentjes. Ik denk dan aan stukjes koolrabi, bloemkooltjes, radijsjes. Ja, ideaal om daar dan zo'n beetje van die pesto bij te geven als aperitiefhapje. En je bent vertrokken.
Oké, die radijsjes, ik zie dat er hier bij de steeltjes. Soms heb je bij de staartjes wel nog wat zanderigheid. Dus hier en daar de grovere steeltjes, niet staartjes, wortels, er eventjes afhalen toch. Ze zijn iets te harig en te zanderig hier en daar. Goed, ik snij die nu zo in een soort van partjes, echt. Ik vind dat wel mooi, zo'n soort bootjes. En straks gaan we die dan gaan bakken in een hete pan. Ja, dat heeft niet veel nodig. En je weet al wat ik altijd zeg over het bakken van groenten. Niet in zitten roeren, gewoon af en toe opzetten. Geef ze de tijd ook. Ik ga ondertussen de pan al laten warm worden. Geef ze de tijd, die groenten. Van zodra dat je gaat beginnen roeren en doen, ga je merken dat er veel meer vocht uit de groente komt en dat je veel minder een krokante groente krijgt. Dus afblijven is de boodschap. Zo, ja, ik ga niet alle radijzen hier snijden, want dat is toch maar voor jullie. Dus we gaan hiermee aan de slag gaan. Straks gaan we de pasta nog afwerken. Ik zie dat toch niet helemaal zichtbaar. Oeps. We gaan de pasta ook gaan afwerken straks met wat pijnboompitjes op het einde. En een beetje samico-azijn. Heel lekker, omdat je dan zo die frisse touch krijgt. Dat is mijn stokpaardje, de smaakbalans, waar ik altijd zo mee afkom. Waarbij ik dan zeg dat je altijd moet kijken naar zoet, zuur, zout, dat dat mooi in balans zit in een gerecht. Dat is heel belangrijk en daar kan je gerecht mee vallen en staan. Gisteren heb ik ook op het veld verse rucola geoogst. Die is nu ook, ja, lente, dus die is nu ook op zijn best. En ik ga straks onder die pasta dan ook een beetje rucola blaadjes draaien. We gaan die niet stoven of zo, dat is helemaal niet nodig. We gaan die gewoon rauw daaronder en die gaan dan een klein beetje lauw worden, een beetje zacht. Ja, lijkt dat je ze zeggen spinazie, maar dat is oké, okay. Dat is prima. Ik gooi de radijzen in de pan. En ik ga daar strooibus bij nemen, mijn peper- en zoutstrooibus. Heb ik elke uitzending in. Verteld, gewoon 2/3 zout, 1/3 peper in zo'n echte frituurstrooi. Dus heb je altijd kruiding bij de hand, heel snel, hup, hup, hup. En hoef je niet dus eerst zout, dan peper. Heel gemakkelijk. Ik blijf dus, je ziet, ik blijf nu eigenlijk gewoon eventjes eraf af de pan. Die radijzen kunnen echt wel, kunnen dat hebben. Ik hoef daar niet direct mee te beginnen schudden of mee te beginnen roeren, want ik wil dat ze dus een klein beetje, ja, dat een klein beetje bruin, goudbruin korstje, een korstje, laagje. Ondertussen ga ik misschien al afscheid nemen van jullie, terwijl de radijzen aan het bakken zijn. Straks daar zie ik dan de pasta nog. Ik vond het heel tof alweer om dit te doen met jullie. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik ben heel benieuwd naar de comments om die straks te gaan bekijken. Wij zijn er volgende week zeker weer, zaterdag. Maar de komende week kan je dus volop genieten van onze lentekeuken en van ons lentemenu. Vraag zeker jouw lentemenu aan. Dan kan je elke dag mee samen met ons de lente koken en die lentegroenten echt goed leren kennen. Heb je daar vragen over dat lentemenu? Zijn er dingen niet duidelijk? Je kan altijd terecht in onze groep Keukenpraatjes. Daar zullen we volop ja, met elkaar die lenterecepten dan gaan delen. Dus dat kan zeker. En ga ook zelf aan de slag. Experimenteer, improviseer. Laat ons weten wat je allemaal gedaan hebt met die lentegroenten. En ja, geniet ervan. Even mijn radijsjes schudden, die zijn ondertussen krijgen een prachtig kleurtje. Je kan wel zien, de schil van de radijzen, ja, die verliest een beetje zijn felrode kleur. Dus die wordt meer rozeachtig, een beetje gevlekt ook.
Zo, dan ga ik mijn pasta eventjes dresseren. Misschien zal ik dan toch wel weer een beeld wat meer zo zetten. Dus ik heb de pasta al gekookt, zodat jullie daar tenminste niet moesten op wachten. En ik ga nu daar wat pesto onder mengen, onder mijn pasta. De radijsjes zijn ondertussen gebakken. Tang alweer, heb ik ook al gezegd, een van mijn favorietjes. Mijn tang erbij nemen. Je kan dan met de tang ook je pasta een beetje draaien in een mooi rolletje. Dan gaan we daar wat radijsjes gaan op doen. En bij doen. Zo. De bompetjes. Een paar blaadjes rucola. Als je dan ja, je zou de rucola ook al kunnen mengen onder de pasta. Ik heb dat nu niet gedaan, maar dat kan eigenlijk ook wel. En dan een druppeltje balsamico er nog bovenop. Nog een klein strootje. Et voilà. De lentepasta is klaar. Smakelijk. Tot de volgende keer.